Een hele goede morgenmiddag, bijna. Leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe vlog. Die begreep ik niet helemaal. Een hele goede morgenmiddag. Het is een soort van... 11:30. Dus het is een morgen, maar ook al bijna middag. Stond meer dat is een soort van wens, zeg maar, dat het morgenmiddag goed met je gaat. Nee. We reden een helling op. Dat was zeg maar gravelweg. We hebben onszelf weer klem gereden. We kunnen zeg maar, de enige manier hoe we eruit kunnen is alleen maar omhoog. No, Donnie, niet doen! Nee, niet te veel! Ja, pas op voor Pip! We moeten hier een onder doen. Oeh, bijna! Almost! Ja, dat is. Voorzichtig, langzaam! Donnie, die kant! Heb je dorst? Nee, maar voor die man. Wil je die voor mij halen? Ja, komt goed. Dankjewel. Komt goed. Ja, Teresa, dit is ook fanlife. My god, ik ga nooit meer een gravelweg op. We moesten hier helemaal niet langs. Nou, we zijn los, zoals je ziet. We rijden weer. Oh, dit is echt gewoon... Dit is echt de derde keer dat we onszelf hebben klem gereden. We gaan geen gravelweg meer nemen. Gravel roads. Ik ben er echt helemaal klaar mee. Staat hier hoor, ons expeditievoertuig. Maar dit is toch wel echt even een cadeautje aan het eind van de dag. Okay, so guys, what we're going to do? It's usually... So now we're gonna go for a hike along the lake here. This is Lake Vättern. A stroll in the forest. Okay, nice. The nature reserve over here. Cool. Blauwe bessen. Look. We zijn nog niet uit. Kijk, lieve kuikbuis, volgens. Deze mensen gaan weer zwemmen. Ik snap er niks van, want het water is hier 15 graden. James zei dat het 19 was, maar ik geloof er niks van. Volgens mij is het gewoon 15, dus ik ga niet mee. It is 19. This guy is a little bit of a barkruk, yeah, as we say in Swedish. Barkruk, ja. Barkruken. Barkruk. Oh, is het lekker warm. Oh, heerlijk water. Zoals je in de vorige vlog hebt gezien, hadden wij de vorige keer problemen met starten. Nu zijn we bij de Biltema. En daar hebben we dus een nieuwe accu gekocht. En dan gaan we erin zetten en dan hopelijk is het probleem opgelost en hebben we het niet meer. Oké, dus we hebben nu deze gekocht. En dan gaan we deze eruit halen. En hij zit erin. En we zijn in Noorwegen. Wat was er nou weer? Net voordat je dan de motor wil starten, valt het hele contact weg. Maar nu gebeurde dat dus weer, terwijl we een heel eind gereden hadden. Dus het kan niet de accu zijn, want die moet gewoon vol zijn. En die hebben we gisteren vervangen.
We hadden zeg maar de accuklep en daar zat nog een soort van tussending aan met een draaiknop. Ja, en die maakte de vorige keer zo'n sissend geluid. Ja, dus nou, die heb ik er tussenuit gehaald en nu doet dit weer. En ik weet niet wat de functie van het ding was. Laten we hopen dat er niks... Ja, maar jij ging aan de pol zitten en toen kwam het licht weer. Hartstikke hard geregend. Wij gaan snel weer doorrijden. We gaan naar een van de beste hotspots in Noorwegen. Namelijk naar een van de grootste watervallen. Maar dit is ook gelijk protest. Veel wind. Kijk, koeks. Dit zijn allemaal skiers. Maar vandaag is het dus een grote test, want we gaan voor het eerst echt de bergen in. We hebben gisteren ook wel een stukje gereden, maar we merken dat die motor wordt heel snel warm. Dus we kunnen en A, we kunnen niet heel hard. En B, we moeten oppassen dat we niet te warm worden. En we gaan natuurlijk haarspeldbochten maken. En wish us luck! We made it! We hebben nog niet het hoogste geklommen, denk ik. Maar we zijn echt... een waanzinnige plek. Het is echt niet normaal. Ik ga het nu laten zien. Je moet even één ding uitleggen. Wat doet hier een dikke cruiseschip hier? Het is een cruiseveerboot. Cruiseveerboot. Ook met de auto. Dan kan je zo helemaal naar de andere kant van de fjord. We hebben genoten van het uitzicht. Het waterval zien. Dus check. En nu moeten we dat pokkenend, wat we net naar beneden gingen, wat natuurlijk super gemakkelijk ging, moeten we nu allemaal op. En dit is de ultieme test of tent het kan. Het kan het. Het kan het. Zijn we weer op de top? Ongeveer wel, hè. Heeft hij het gehaald? Hoe was het? Prima. Beetje warm, loopt een beetje op, maar goed in de gaten houden, niet te snel. We zijn weer 2 uur verder en wij gaan nu onderweg naar Roemde. En dat is ons getipt door Jelle Marijke, ook een eilandje. En daar kan je dus papegaaiduikers zien. Dus daarvoor komen we daar. Er is 1 wildkampeerspot op het eiland. Let's hope we find the place. What you doing? Ik ga aanpassen. Ik had eens gelezen dat er zit een regelaartje die zorgt ervoor dat die ventilatie open en dicht is. Maar we worden snel warm, dus ik wil hem gewoon permanent openzetten. Ik heb al dus gelezen op het Weet Je Wel forum. Heel handig voor de T4. Dat heel veel mensen dat dus doen. Die zet een bimetaal en die zet zeg maar bij. Als dat ding dus warm wordt, dan knalt hij en dan zet. Oh. Regelt hij dit, zeg maar. Nee. Nou ja, ik weet niet zeker of het nog heel goed werkt, maar ik haal hem gewoon tussenuit. En dan kan je hem dus zelf handmatig vastzetten, zodat hij altijd goed ventileert. Oh ja. Het is ongeveer 7:30, 8:00, zoiets. En wij gaan nu op vogelsafari, want wij zijn op Roemde en op Roemde kan je heel goed puffins zien. Dus wij gaan nu ons eerste hike in Noorwegen doen en dan gaan wij naar de rotsen lopen. Niet alleen puffins zijn er, maar er zijn ook zeearenden, Jan van Genten, dus ik hoop echt dat we alles kunnen aftikken vanavond. Lekker klimmetje. Stijl, hè? Ik heb niet eens filmen waar we vandaan komen, zo stijl loopt het weg.
Dus, oh ja, dat is een leuk weekje. Normaal, ze komen hier dus broeden van half mei tot half juli, zoiets. Dat is de beste tijd om ze te gaan kijken. En dan gaan ze, daarna gaan ze weer naar de zee en dan de rest van het jaar zijn ze daar. Dus het is een super uniek moment om die beesten te zien. En dat hebben wij gedaan! Het is tijd om de ronde weer te verlaten. De afgelopen 2 dagen niet echt mooi weer, maar we moesten, ik moest werken en we hebben allebei gewerkt. Dus klaar. Dat is een beetje dat van nadruk, dat ik ook heb gewerkt. We hebben allebei gewerkt, sorry. Dus ik denk altijd maar dat ik allemaal niks doe. We gaan nu door naar Hoddenvik en dat is echt een super mooi plekje. Een surfspot. Is een surfspot. Dus first time surfing in Norway, probably. Zo weer een mooi plekje. Als je dit kijkt en je denkt, waarom ga je nu al slapen? Want we gaan nu al slapen. Waarom? Want het is nog super licht. Het wordt hier niet donker, mensen. Weet je hoe het hier donker wordt? Zal ik even laten zien. Hop. Het is 10:50. Hoe laat gaat de zon? Het is gewoon nog heel licht. Dat wil ik dus eigenlijk zeggen. Hoe laat gaat de zon onder dan? 11:30, toch? Nu gaan we lekker slapen, hè? Ja, Pippe is het nog niet mee eens, maar ja. Hey, first surf in Noorwegen. Dit is zeg maar maandpeil. We zijn nu een maand onderweg. Dit is de eerste camping waar we staan. We hadden niet echt een keuze, want dit is ook echt de enige surfspot in de regio. Mega mooi plek, dat wel. Pal aan het strand. We zijn op een plek waar ik de hele dag ga surfen. Wat gebeurt er? Dikke scheur in mijn bord. Nou, we kunnen vast wel wat fixen. Hè? Ik heb tegen niemand aangezeten. Ik heb niet tegen de stenen gezeten of niks. Helemaal niks. Maar komt wel goed, hè? Dingrepairding. Oh, alles zit erin. Ideaal. Kijk, het is zit er niet... nog steeds water in dan? Nee, maar nu gaat dat schuurspul er tussen zitten. Wat is dit nou? Mijn bord. Gisteren had ik geprobeerd een tijdelijke feest, maar dat werkte niet helemaal. En over 2 weken kunnen we bij een plek, dat gaat iemand hem, gaat niemand hem fixen. Voor nu? Moeten mij deze even gebruiken. Ze hebt even een bordje gehuurd. Ja. Goedemorgen. Straks die berg erop. Een klein wegje maar. Ze gaan nog even surfen zo. Hier, achter je. En die gaan op deze mini-mini-mini-wave surfen. Gisteren hadden we mooie, heel cool, mini-mini-processions. Nou, hoe vind je het om deze plek weer te verlaten? Huilend hard. Nou ja, nu zijn er geen golven meer, dus dat maakt er niet uit. We zijn echt op een
prachtig plek. Dus we hebben nog even gekozen om nog even 2 nachtjes een camping te doen. Omdat je hier aan de fjorden kan je bijna niet fatsoenlijk staan. Behalve dan aan de weg. Dat is niet echt ideaal met Pip. En we moeten vet veel was doen en dat kon niet op de vorige camping. Dus. En we hebben echt een prachtig uitzicht op een gletsjer. Oh wow. Lekker hiken? Kan je toch niet jezelf horen zo? Die allemaal joh. Veel aardbeidjes. Dat zijn lekkere snoepjes. Lekker chill hier op de camping. Ah, het is zo heet. Moet even omdraaien, want nu vaar je achterstevoren. Ja, maar waar moet ik zitten dan? Je boot in de goede positie. Op de camping kan je dus, er zijn meerdere campings trouwens hier, waar je gewoon gratis bootjes, subs, kajaks en alle andere water, allerlei waterdingen kan gebruiken. Dus we hebben nu een bootje gepakt. Makkelijk hè? Nou, hoe gaat het? Nou, je hebt het te pakken hoor. Hey, daar gaat ie. Zelf op het meer gekajakt en we hebben vooral even gechilled hier. En nu is het tijd voor onze eerste barbecue! Het is elke keer zo mooi weer en het lijkt net alsof we op vakantie zijn. Permanent op vakantie. Nee, nee. Dat is het niet. Dit is gewoon hoe wij leven. Lekker vegan-kruisjes. Er komt een drupje op mijn hand. Ik kom niet van de regen, maar van de zweet. En waarom wil je dat noemen? Nou, omdat iedereen wel denkt dat het hier slecht weer is en regent. We hebben zelfs voor het eerst de luifel uit. Burgerlijk. Ik denk dat wel de laatste keer is dat we dit doen. Ja. eigenlijk weinig toevoegen. Ja, ik ook. Nou, dat was het weer. 3 heerlijke nachten op de camping. Maar we zijn er ook wel weer aan toe om door te rijden. En eigenlijk zijn we alweer op de terugweg. We rijden richting het zuiden, richting Stavanger. Bij deze sluiten we dus de vlog weer af. Leuk dat je weer hebt gekeken. Ik ben heel erg benieuwd wat jij van Noorwegen vindt. En of je hier ook naartoe zou willen gaan. Dus laat dat even weten onder deze video. En vergeet vooral niet te abonneren. Want wij zijn aan het groeien. Maar we willen eigenlijk nog een beetje meer groeien. Dus zou heel fijn zijn als je even drukt op die abonneerknop. En even een duimpje geeft. Tot de volgende! Oké, het is vandaag de 5e dag op rij dat het regent. Behalve gisteren was het mooi weer. De rest van de week hebben we alleen nog maar regen gehad. En zijn we bijna alleen maar binnen geweest. It sucks. Again.